De Schotse hooglanden vormen het decor van een tweeluik van Railway met de Far North Line door het hoge noorden van Schotland. We komen langs indrukwekkende natuurgebieden, uitgestrekte moerassen en op plekken die nog steeds getekend zijn door de roerige geschiedenis. Veel reizigers maken, net als wij, gebruik van het spoor om door te reizen naar de Orkney-eilanden. Vanuit Inverness treinen we in 2 etappes naar het uiterste noorden van Schotland. De eerste route gaat tot aan Dunrobin Castle. Het eerste deel van de Far North Line gaat nog langs een aantal stadjes en dorpen, maar hoe noordelijker we komen, hoe ruiger en dunbevolkter het zal worden. In het midden van de 19e eeuw werden plannen gesmeed om een uitgebreide spoorroute naar het noorden aan te leggen. In 1862 ging de eerste spade de grond in en 12 jaar later was de hele route een feit. Er werden 45 stationnetjes aangelegd, waarvan er inmiddels een aantal is gesloten. Wie op de landkaart kijkt, ziet dat het aantal spoorkilometers het dubbele is van de afstand in een rechte lijn tussen Inverness en onze eindbestemming Thurso. Diep in het Schotse binnenland ligt landgoed Allerdale, dat in 2003 werd aangekocht door een Engelse multimiljonair. Het terrein omvat bergen, valleien, meren en rivieren. Hier heerst een microklimaat dat normaliter een bovengemiddeld aantal zonnige, regenvrije dagen telt. De oude bossen van Schotland zijn de afgelopen eeuwen kleiner geworden. Om erosie en overstromingen tegen te gaan, zijn er de laatste decennia meer dan 1 miljoen inheemse bomen geplant. De hoop is dat de natuur weer meer in balans komt en het wilde landschap zich herstelt. Het eerste deel van de Far North Line dat werd geopend liep tot Ardgay. Het is dan 1862. Het volgende deel van het traject kwam 6 jaar later gereed. Aan de andere kant van de baai zijn we nu aangekomen in het graafschap Sutherland. De voltooiing van dit volgende deel op de route is onder meer te danken aan de inspanningen van de machtige hertog van Sutherland. Vrij ongemerkt gaat het traject nu een deel bergopwaarts. De omgeving verandert langzaam naar open velden met heiden en heuvels vol grazende schapen en koeien. De Far North Line is een hele basic spoorroute. De treinen zijn niet luxe en ze rijden niet vaak. Dat neemt niet weg dat veel vakantiegangers graag gebruik maken van deze trein om Schotland te leren kennen. Dat is al zo sinds de opening van de lijn in de 19e eeuw. We lopen binnen op het ongetwijfeld meest exclusieve station van het land, Dunrobin Castle. Het werd gebouwd als privéstation voor de hertog van Sutherland himself. Maar tegenwoordig kunnen ook gewone bezoekers van het kasteel hier in- en uitstappen.